Wanneer Ambroise dus vermeldt dat voor de vestingsmuren van Akko door kruisvaarders een windmolen werd gebouwd, dan is met grote waarschijnlijkheid de verklaring hiervoor: de uit Vlaanderen meegebrachte molenonderdelen werden daar samengesteld door Vlamingen. De in Vlaanderen reeds bekende windmolen werd ter beschikking gesteld van de kruisvaarders, zoals dit het geval was met uitstekend oorlogstuig. De ervaren bestuurder en tacticus Frits van de Elzas had militaire en logistieke voorzieningen op het krijgstoneel voor voedselvoorraden, windmolen, zeer omvangrijk belegeringspark, katapulten en stormrammen. Mede hierdoor werd Akko in 1191 ingenomen.